Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Aldus Games. Vandaag gaan wij weer lekker verder met Far Cry 4. Wanneer niet? We doen het toch weer lekker elke dag. Jongens, vandaag gaan we weer lekker met Far Cry 4. Lekker verder. En hier waren wij vorige keer geëindigd. Of nou, hier waren we ook geëindigd in aflevering nummer 13. Maar nummer 14, vorige deel, dat was gewoon lekker chill. En we hebben lekker gepraat even. En het was gewoon even chill, jongens. Het was gewoon even leuk. Maar vandaag gaan we nu wel even weer het werk doen. De missie van de modeweek van Kirat. En wat we moeten doen... We moeten een zeldzame draak gaan vangen of zo. Ik heb letterlijk geen idee. Er staat hier ook een... hoe heet zo'n dingetje? Hoe heet zo'n ding nou? Een vliegtuigje, een charlotje patotje. Hey, hallo, ga jij eens weg daar? Zo, weg ermee. Ik ben helemaal klaar ermee. Hoppatee, die is ook dood. Je moet het zeldzame dier doden. Ja, maar dat doe ik toch ook. Hey, leeft hij nog? Ga jij eens heel snel dood, jongeman. Dude, er staat er één zo'n dude erachter. Die moet echt even doodgaan hoor. Oké, ik ga letterlijk dit ding even in zijn hoofd peuren hoor. Zo'n kogel. Komt ie hoor. Waar is die? Die dude die denkt van dat hij me aan kan. Hé, waar zit hij dan? Denk het niet hè. Doe eens normaal joh. En daar zitten er ook nog een paar lekker te zitten. Lekker te picknicken. Nou, ik denk het niet jongens. Dat gaan we voortaan niet meer doen. Zo hé. Oké, zeldzaam dier gevild. Ik moet een zeldzaam dier vinden. Ik had net een vis vermoord hier. Die kan ik nu niet meer vinden. Hey meisje. Hey meisje, ik noem een demonvis, noem ik een meisje. Dit is niet goed hoor. Oké. Waar zijn die bitches dan? Zitten gewoon nog lekker daar zeker. Ga nou lekker dood joh. Zoek even wat bijzonders. Wat anders leuks. Oké, 3, 2, 1, go. Oeh, visje die schrok ervan hoor. Visje die vindt het niet leuk. Visje vond dit ook niet leuk. En dood. Hop. Oh. Oh. Jongens, we hebben vangst. We hebben goede vangst. Ik zag hem letterlijk zweven naar beneden. Oké, even zwemmen. Kijk eens jongens. Nee. Zit nou niet aan me joh, demonvissen. Ik pak lekker deze vis. Pak. Nee, genees. Dude, huid van een zwarte draak. Ik heb een zwarte draak. Ga niet dood, alsjeblieft. Ik mag nu echt niet doodgaan, want ik heb nu de skin. Hallo. Do not need to hide. Ja, ik ben hier, bitch. Ga nou dood. Ik vind het wapen echt leuk. Kijk, daar gaat hij. Hey, doei. Hey, nog eentje. Bam dan. Zo, wauw. Oké, helemaal nice. Ik pak lekker munitie. Hoppatee. Ook voor dit wapen. Ik weet niet of het kan. I don't freaking care. Ik neem het gewoon lekker mee. Oké. We hebben nu de spullen. Dus ik neem aan dat we gewoon eventjes terug moeten gaan naar het huisje, neem ik aan. Of we moeten eventjes naar... we kunnen ook natuurlijk eventjes op de kaart kijken waar we heen moeten gaan. Misschien moeten we hierheen, buitenbosmeester. Of zijn we al klaar? Volgens mij waren we al klaar met heel de missie. Like, we hoeven het geen eens weg te brengen, die hout of zo. Hier hangt een stukje hout in de lucht opeens. Oké, maakt mij helemaal niks uit. We gaan gewoon lekker varen. Hoppatee. 3, 2, 1. En we gaan op het land. Oh... Dat vind ik altijd hartstikke leuk. Doe ik ook echt met mijn boot. Ik heb geen boot. Jammer dan, Roy. I don't know, jongens. Ik heb geen idee. Ik had nog een vraag gekregen in de comments. En die wilde ik ook gaan zeggen in part 11, blijkbaar. Maar had ik mijn antwoord niet afgemaakt. Typisch weer ik. En de vraag was... Zijn er paarden in dit spel? En let me tell you... Nee. Ah, wat jammer nou. Ja, nee, ik weet het. Het zou wel heel awesome zijn dat we gewoon eventjes op een... Kunnen... Dat is mijn paardimitatie, alsjeblieft. als we daarop konden rijden, dan had ik het zeker even gedaan. Hey, dude. Hey, waar douche? Douche. Mag ik mee rijden? Ik ga gewoon mee, hoor. Jongens, ik kom mee. Rij maar. Hey, rijden. Oké, dan niet. Laat maar. Oké, jongens, we kunnen kiezen wat voor missie... Nu gaan ze wel weg, hè? Wat een bitches. Oh, oké. Hier waren we vorige keer ook naar binnen gegaan in de vorige aflevering. Maar deze missie wilde ik helemaal niet doen. Ik wilde gewoon even die van... Ik wilde die even van de modeweek doen. Gijzelaars redden. Het koninklijke leger heeft borgen kluis. Bevrijd de gijzelaars. Oké, dit hebben we vaker gedaan. Dit kunnen we zeker wel doen. Bereik de gijzelaars. Het komt helemaal goed. We hebben hartstikke lekker wapens daarvoor. En het is maar 200 meter. Dus we pakken Ollie.
Nee, we pakken geen olie. We pakken even deze mooie kar waar een gat in het raam zit. Nu wel. Er zat nog geen gat in het raam, maar ik vond het gewoon eventjes leuk om even een gat in te maken. Hallo, het is hier freaking heet. Dan moet je toch wel even wat frisse lucht hebben. Net een cabrio zo. I don't know. Ik neem gewoon een cabrio. Oh, dat rijmt ook nog. Oh, jongens. Zal ik even een leuk verhaaltje vertellen? Mag die radio dan even wel stil? Want ik word helemaal gek van die radio. Oké, ik moet er even doorheen lullen. Er is een liedje. Die heet The Name Game. Komt uit 1965. Oké, we zijn er al. Ik kan het niet uitleggen. Sorry, jongens. Verhaaltje gaat niet door. Verhaaltje gaat een andere keer door. Dus stay tuned voor dat epic story. Sneller, je bent te langzaam. Doe eens normaal. Doe eens heel gauw normaal. Ik moet even die gijzelaars redden. Als je langzaam werkt, ga je eraan. Oeh, dat moeten ze niet in het echt zeggen, hoor. Gadverdoe, is normaal, man. Oké, hier zijn ze. Opschieten, schiet op, schiet op, schiet op. Schiet op. Nee, nee. Ik dacht, ik doe het goed, maar nee. Nee, 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 nee. Oké, we gaan het gewoon even opnieuw doen. Kan ik mijn verhaaltje vertellen? Daarom deed ik het juist lekker expres doodgaan. Oké, wat een rotsmoes van mij zeg. Oké, er is een liedje dat heet The Name Game van Shirley Ellis. Komt uit 1965. Ik heb het gehoord in een serie, American Horror Story, seizoen 2. Ik ben helemaal verslaafd aan, samen met Sam, met Wart en met Bo. We kijken dat heel veel en we hebben nu 2 seizoenen gekeken in letterlijk 2 weken of zo. En in seizoen 2 komt The Name Game, dat is een liedje. Moet je mij even opzoeken als je je verveelt. Het is zo'n leuk liedje. En als je de game weet, zeg maar, van het liedje, dan is het echt leuk. Oké. Even kijken, jongens. Er zijn er 4. Er zijn er 4. Hoe gaan we dit netjes doen? Er zijn 4 vijanden. En ik wil denk ik deze als eerst schieten. Kijk, maar nu heb ik ze niet allemaal in het zicht. Dus ik moet even zo lopen. Zodat ik ze allemaal lekker in het zicht heb of zo. Is er geen olie of zo? Als je langzaam werkt, ga je eraan. Doe is normaal, man. Oké, maar hoe ga ik dit netjes doen dan? Ho. Snel, snel, snel. Dude! Je gaat toch niet zeggen... Oh, man. Ik had te weinig ammo. Ik had te weinig ammo. Kijk mijn ogen nu. Oh, my god. Oké, ik had weinig ammo. Dit is echt niet goed van mezelf. Jeetje, jongens. Het gaat echt weer lekker vandaag. Oké, maar deze is best moeilijk, weet je dat? Ze zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Waardoor het echt best moeilijk is om ze te doden, hoor. Ik meen, dat hebben ze geen... Ik ga het gewoon heel YOLO snel proberen. Oké, wacht. Weet je wat ik ga doen? Ik ga heel dichtbij komen. Oh, ze zagen me bijna. Shit, ik heb weer geen kogels. Kom hier. Nog eentje. Yes, boys and girls. We freaking did it. We freaking did it. Get out of here. Hallo, ik kom jullie redden. Doe eens even normaal, man. Doe eens even normaal. Ik kom hier freaking... Nou, oké, dan laat maar. Ik heb ze geholpen. Nou, bedankt hoor. Ik bedoel, alsjeblieft. We gaan weer even vaardigheid kopen. Want dat kunnen we blijkbaar weer doen. We hebben 7 punten. Waarom kopen we dingen niet? Dat is echt zonde, weet je dat? Roof, eliminatie. Tijdens eliminatie beroof je slachtoffer automatisch. Oh, my damn, dat is zo goed. En dan krijgen we zoveel monies. Als we iemand hebben vermoord, krijgen we gelijk de monies ervoor. Die wil ik zeker hebben. Druk op R om je wapen tijdens de sprint te herladen. Lekker dan. Dat moeten we sowieso doen. Wat is dit? Beweeg, richt en schiet met een handgeweer terwijl je... Een lijk verplaatsen, nee, dat is niet zo nodig. Voertuigen kunnen meer schade verdragen. Voor je ze moet repareren, nee hoor. Gadget training, je hebt veel sneller gereedschap. Nee. 2 keer zoveel bladeren. Oh, die moeten we zeker verkopen. Die kunnen we goed verkopen. Hier op minder schaal op van vuur en explosies. Yes, die wil ik ook kopen. En we hebben er nog eentje. Olifant bereiden. Hallo, die hadden we toch al gekocht? Wat is dit nou weer voor geks? Nu kunnen we geen olie meer rijden. Ook al deden we het wel in de vorige aflevering. Echt, deze game is een beetje dronken, jongens. My god, ik snap er soms even niks, man. Helemaal niks meer. Oké, er is weer een karma gebeurtenis, jongens. Dus die gaan we natuurlijk wel even helpen. Deze 2 dudes, die gaan we lekker in zijn rug prikken. Shit. Shit, 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 shit. Dat was niet goed.
We hebben juist de gijzelaar vermoord. Oh. Oh god, jongens. We hebben deze man vermoord en dat was niet de bedoeling. Lekker dan. Oké, dit wapen wat we hier kunnen pakken is beter. Maar dit dit wapen is wel chill. Oké, weet je wat we doen? Ik ga deze toch even switchen. En dan switchen we even hier dit wapen. Oh nee, nee. Nee, laat maar. Ik neem gewoon lekker deze wapens. Ik vind deze veel chiller. En dat doen we het gewoon lekker veel chiller. Zo. Oké, jongens. We kunnen weer een nieuwe quest gaan uitzoeken. How about that? We kunnen buitenpost meester doen. Speel deze buitenpost opnieuw. Nee. Hallo, waarom gaan we iets opnieuw spelen? Ben je helemaal gek of zo? Ben je helemaal betoeterd? Nou, ik denk het wel. Even kijken hoor. Jullie zeiden ook van, we willen niet dat je gaat fast travelen. Of nou, sommige mensen in hun reacties. Want we willen gewoon lekker dat je loopt. Maar kijk, dat lopen, dat kost veel tijd. En ik wil natuurlijk wel voortgang maken, jongens. Want deze game is al ontiegelijk groot. En ja, straks zijn we bij aflevering 200. En zijn we nog steeds niet klaar. Want dan kan ik zeggen van, ja, 10 afleveringen hebben alleen maar gelopen. Dus dat wil ik niet heel erg veel doen. We kunnen wel, wat wel misschien nice is, om zo'n buitenpost vrij te spelen. Want dan kunnen we snel reizen, dus fast travelen. En een handelspost en optionele opdrachten, zoals wat we hier hebben gedaan. Ik vind dat wel nice. Ik vind deze eenvoudig, dus ik ga hier lekker heen. En hoeveel meter is dat, jongens? Dat gaan we nu zien. 800 meter. Hebben we hier geen auto of zo? Ik wil echt een auto zoeken. Want dit is echt niet goed hoor. 800 meter ga ik echt niet lopen. Dat kunnen we echt niet maken. Er staat nog een Charlotte, petotje bij de rotsen daar ergens. Maar dat is wel echt weer een pokkenend verder. Er staat hier wel een hovercraft. Misschien kunnen we de hovercraft wel meenemen. Ook al. Wat hoor ik? Oh nee, niet zo'n beest. Die moet echt direct dood. Deze beesten zijn zo ontiegelijk vervelend, jongens. Hier ben ik zo vaak door dood gegaan. In Far Cry 4. Hey, hallo, dude, blijf hem af. Ze gaan ook gewoon niet dood. Ze gaan letterlijk niet dood. En ze zitten die hele tijd te bijten. Kijk, nu wel. Maar toen ging ik echt 3 keer dood om dit beest. Want ik moest er langs. En toen, elke keer toen ik er weer langs kwam, was er weer zo'n beest. Hier werd er helemaal gek van. Echt helemaal. Maar kunnen we zijn huid meenemen? Dat neem ik wel mee, hoor. Maar ja, natuurlijk. Waarom zouden we het niet meenemen? Oh, van een honingdas. Een honey badger. Honey badger. Honey badger. Zo, there we go. We gaan kijken of we dit wel vandaag kunnen rijden. Want ik heb al een keertje op een hovercraft gezeten. Niet in het echt, maar in Far Cry. We gaan trouwens verkeerd. En dat ging helemaal fout. En ik denk nu weer. Want we gaan nu tegen een steen aan. Oh, daar ging de steen. Zo, oké. Nou ja, het is nu wel wat breder hier met de rijden. Dus dat is gelukkig wel even wat makkelijker om te rijden. En we hoeven nog maar 700 meter, jongens. Word ik nou geroepen? Ik weet het niet. Ik ben er nu van mijn moeder mee riep. Nou, anyways, we gaan het pad volgen, want anders komen we er nooit. En dan gaat een mooie roofvogel en die denkt van, oeh, we gaan Roy even een hapje eten. Nou, ik denk het niet. Ik ga even hier lekker vanaf, want ik pak lekker deze auto. Hey, hovercraft blijven vanaf. Dit is mijn auto. Shit, holy crap, holy crap. Doe eens normaal, doe eens normaal, doe eens normaal, doe eens normaal. Oké, dat gaan we dus niet meer doen. Ik moet even onthouden dat dit een survival spel is. En dat we niet zomaar even gek moeten doen. Met een hovercraft, oké? Nee, ik heb geen zin in een karma gebeurtenis. Echt totaal niet. Ga weg. Ik heb helemaal geen zin in jullie karma gebeurtenis. Zo, helemaal weg. Laat ze maar lekker stikken hoor. Ja, nee, ik weet niet. Die karma gebeurtenis, dat geeft zoveel tijd weer. En ja, anders doen we helemaal niks. En dat moet natuurlijk ook niet gebeuren. Kijk, stel we hebben het spel bijna uitgespeeld. Dan wil ik heus wel een paar afleveringen, als jullie dat leuk vinden. Gewoon lekker gaan chillen en van die gekke dingetjes doen. Van die kleine dingetjes. Vind ik ook helemaal best. Maar dan ja, maakt mij niet uit. Maakt mij helemaal niks uit. Maar jongens, we zijn er bijna. Weer een karma gebeurtenis. Ik word zo ziek ervan, hè. Ik word zo ontzettend ziek ervan. Oké, maar ik ga hier afstappen. Want we zijn er bijna. En we mogen natuurlijk niet gemerkt komen. Komen we straks met die hovercraft er binnen zo van. Hé jongens! Hé! Satébal! Satébal? Ik bedoel. Gehaktbal. Het kwam er even niet uit. Jeetje, Roy. Oké, weet je wat we gaan doen, jongens? We gaan letterlijk dit wapen even gebruiken. Dit wapen is zo ontzettend chill. En vooral met dit. Dat we al deze mensen even moeten vermoorden. Dit wordt zo ontzettend chill nu, hè? Hier, let op. Hoppatee. Hoppatee. Ga maar lekker allemaal dood, jongens. Kijk, als we Ollie hadden. Ollie kan dit zo goed, hè?
shit, die was echt mis. You are going to die here. Nou, echt niet. Jij gaat dood hier. Bitch. Bitch. Sorry voor het schelden. Oké, okay, we hebben het ontdekt nu. Nu pas. Maar ik pak even mijn andere wapen, jongens. Dit is echt niet goed wat ik doe. Ik doe zo niet slim, hè. Ik heb een tijger gezien. Versterkingen. Oh, hier heb ik echt geen trek in. Echt geen trek in versterkingen. Ik heb het ook nog, trouwens. Ik heb ook nog versterkingen. Even doen, jongens. Even doen. W. Hulp. Roepen. Hulp inroepen. Ik ga bad. Ik ben niet goed geordend, jongens. Ik ben niet goed geordend. Mijn excuses ervoor. Mijn grote excuses ervoor. Het gaat niet zo lekker vandaag, jongens. Ik weet niet wat het is. We zijn er wel bijna, maar ik heb nog maar 3 van deze mooie kogeltjes. Weet je wat we gaan doen, jongens? Kunnen we nu... Huurlingen? Kom maar. Reinforcements are coming. Ze komen eraan, jongens. De huurlingen zijn onderweg. Kijk, als ze nou even komen, dan gaan we samen lekker naar binnen. Ja, dat hoor je altijd gewoon doen. Bij feestjes ook. Lekker samen moet je komen. En volgens mij komen ze hier erom aan. Kom, jongens. Tjoep, tjoep. Snel, snel. Nou, gelukkig maar, jongeman. Want we gaan eventjes. Eventjes. Al deze mensen even knallenballen. Hoppatee. Oké, there we go, jongens. Here we go. Ik ga hier naar boven. Even laten weten dat ik er ben. Dan ga ik hier in een hutje zitten en zoek hun er maar lekker uit. Grapje. Zo. Munitie nodig. Pak dit wapen, snel Roy. Yes. Oh, een tijger. Een tijger. Versterkingen komen, jongens. Hoppatee. Die tijger mag hier niet komen. Laat die tijger nou leven, jongens. Oh my god, ik ga zo bad van hun. Oké, waar zijn ze? Ze lopen hier. Ze lopen hier. Of was het een tijger wat hier liep? Dan is het niet goed. Oké. Ja, er liep iemand. Zo, there we go. Die tijger die leeft nog. Shit, 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 shit. De blitz. Zo, die tijger moest wel dood. Oké, ze komen hier weer, jongens. Ik pak de bommen erbij. Zo, there we go. Lekker vuurtje. Oh, die was heel mis. Kom op. Pak het wapen. Roy, schiet op, man. Kom op, we moeten goed opletten nu. Er zijn er zoveel nu, hè? Kan ik nog een keer huurlingen oproepen? Lijkt me wel even nice. Zo, die is down. Zo. Oh nee, ik hoor vuur. Ik hoor het vuur, jongens. Dat klinkt niet goed. Zo, die is down. Ik kan ook even dit wapen snel pakken. Hoppatee. Hoppatee. You're gonna die, bitches. Oh nee, ik hoor een bommetje. Nee. Nee, ik wil niet dood, 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 oh my damn, ik wil niet dood, 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 sorry voor mijn mooie muziek en geluid. Dat was de laatste, denk ik. Er moet er nog eentje zijn, ik ben even zo, hoppatee, lekker in de vuur en vlam. Ik weet niet waarvoor het nodig was, maar ik deed het gewoon lekker. Even kijken, jongens, waar zijn de andere bitches? Er zijn geen andere mensen meer. Oh jawel, ik zag er één. Ik zag er één. Ik zag er één. Die zijn niet op de radar te zien. En hij staat hier lekker achter. Hey, dag. Yeah, buddy. Yeah, buddy. We have done it. Op de buitenpost. Bevrijd. 7 schatten. Blablabla. Toen las ik het niet meer. Oké, jongens. We hebben een nieuwe buitenpost. Ontgrendeld. Bevrijd. Dus nu komen wij hier lekker wonen. Terwijl al die vijanden hier lekker hebben gewoond. Lekker hoor. Oké, we kunnen weer een vaardigheid kopen. Hebben we er 2, dan wil ik gewoon weer Ollie rijden kopen. There we go. Ja, olifant rijden hebben we al lang gedaan. Zo. En jongens, dan was dit de aflevering voor deze keer. We hebben nu weer nieuwe activiteiten. En dus ook nieuwe quests. Opdrachten dus. Dus jongens, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken voor deze video. Als je dit een leuke video vond, ga dan even een duimpje omhoog doen als je het een leuke video vond. En als je het ook leuk vond, doe dan eventjes nog steeds. En hopelijk zie ik jou morgen bij een nieuwe aflevering van Far Cry 4. Jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.